Hoi allemaal en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Senne en in deze video heb ik voor jullie een mega grote herfst- en wintershopvlog. Ik heb echt bij heel veel verschillende webshops en winkels besteld. Ik heb namelijk besteld bij onder andere de Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka en Stradivarius ook volgens mij. Het is echt mega veel en in deze video ga ik het allemaal aan jullie laten zien. Dus heb je er zin in, doe dan zeker even dat blauw duimpje omhoog en dan gaan we nu snel beginnen. Oké, ik ga gewoon beginnen met het pakketje van H&M. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee meer wat ik allemaal heb besteld. Heel veel dingen zijn namelijk echt laat binnengekomen. Er was heel veel vertraging en zo, dus ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb gewoon echt geen idee meer wat ik allemaal heb besteld. Maar ik ga het nu lekker allemaal uitpakken. Dus ik ga deze even losknippen. En dan kan het deksel er als het goed is af. Het pakketje zit echt bommetje vol. Dus ik ga het even allemaal uitpakken. En ik ga gelijk beginnen met het eerste item. En dit is echt een winters item. Namelijk een winterjas. Ik ben namelijk helemaal verliefd op pufferjassen. Ik vind puffers echt geweldig. En ik zag deze. Volgens mij komt die ook van de mannenafdeling. Ja, H&M man. Ik zag deze en ik dacht, oh my god. Ik vind deze eigenlijk echt te leuk. Dus ik dacht, ik bestel hem gewoon. Het is namelijk deze jas. Maar hij is wel echt heel groot. Nou vallen puffers sowieso heel groot. Dus ik heb deze al in de kleinste maat. Namelijk een XS. Hij heeft gewoon echt een super mooie grijzige kleur. Een beetje ijsgrijs of zo. Ik weet niet. Ik vind hem heel mooi. Dus het is gewoon een puffer. Bij de aanbeelden kun je deze het beste zien. Dus dat is deze jas. En zoals ik al zei, ik heb hem in een maatje XS. En hij kost 49,99 euro. Dan gaan we door met een hele gave leren broek. Ik vond hem er op de site in ieder geval heel gaaf uitzien. Toen ik dit net uit de doos haalde, dacht ik echt van wat is dit? Maar het is gewoon een broek. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik zie hem nu en ik vind hem eigenlijk nu niet zo heel erg leuk. Ik heb hem in een maatje 34. Ik denk ook dat hij iets te small gaat zijn. Maar het is dus zo'n leren broek met dan echt wijde pijpen. Maar ik moet zeggen, ik vind de pijpen net iets te wijd. Bij de aanbeelden kun je deze ook weer het beste zien. Maar het is dus zo'n nep leren broek. Hij gaat verder open en dicht met van die schuifdingetjes en met een rits. En aan de binnenkant zit verder ook nog een knoopje. Hij heeft verder ook aan de voorkant zakken en er kan ook nog eventueel een riem in. En verder op de achterkant heeft hij ook zakken, maar dit zijn nep zakken. Dus zo ziet hij er aan de achterkant uit. Dan gaan we door met echt een geweldige trui. Dat is namelijk deze trui. Het heeft een beetje zo'n soort printje, een bohemian print of zo. Ik vond hem heel gaaf er weer uitzien op de site. De mouwen lopen ook weer zo wijd. En ik vind dat detail echt geweldig bij truien. Verder voelt hij ook echt lekker warm aan. Ik hoop wel niet dat hij kriebelt. Nee, ik denk niet dat hij kriebelt. Kijk, zo kun je hem een beetje van een afstandje zien. En aan de achterkant ziet hij er zo uit. Ik ben helemaal vergeten om de prijs te zeggen van die broek. Maar die broek kostte 29,99 euro. En deze trui kost ook 29,99 euro. En deze heb ik in een maatje S. Dan gaan we door naar nog een trui. En kijk even deze kleur. I love it. Dat is namelijk deze te leuke trui. Ik vind hem echt heel leuk. Ik vind het model heel leuk. Volgens mij hadden ze dit model vorig jaar ook. Volgens mij brengt de H&M dit model ieder jaar weer terug. Maar dan in net wat andere kleurtjes. Ik heb hem dus gekozen in een beetje een soort sage green groen kleurtje. Ik vond hem heel leuk. Deze is ook weer zo lekker warm en zacht. Heerlijk. Hij heeft dus wel weer zo'n colletje. En ik heb het volgens mij al vaker in video's verteld. Ik weet dus niet of een col mij nou juist wel leuk staat. Of dat het juist mijn gezicht heel dik maakt of zo. Ik weet niet. Maar ik dacht, het is het proberen waard. Want ik vond deze zo leuk. Even kijken. Ik heb hem in een maatje S. En hij kost 25,99 euro. Dus ook helemaal geen geld voor zo'n dikke trui. En dan gaan we alweer door naar het allerlaatste item van de H&M. Dit is namelijk ook weer een gebreid item. Namelijk in dit geval een vest. Ik vond deze heel leuk. Ook weer bij de aanbeelden. Je moet het ook weer zien met gewoon een outfit. Maar het is dus een super mooie crème-achtige kleur. En dan is hij dus wat langer. En dan strikt hij dus bij je middel. Kijk, hier zijn dus de ceintuurtjes. En hier heb je de andere. Bij de aanbeelden kun je zien hoe ik deze in mijn hoofd had bedacht met een outfit. En deze heb ik in een maatje XS. En hij kost ook 25,99 euro. Dan gaan we door met de Zara. En ik heb hier ook zo'n mega leuke items besteld. Dus ik ga even beginnen met de allereerste doos. En ik ga natuurlijk weer beginnen met een trui. Want ik draag alleen maar truien in de herfst en de winter. Dus die zul je nog wel een aantal voorbij zien komen. Maar ik heb dus deze trui ook besteld. Je kunt het al zien. Ik hou van streepjes. Vooral bij truien vind ik het heel leuk. En ik heb dus ook deze trui besteld van de Zara. Het is dus zwart met wit. Het is niet per se wit eigenlijk. Het is meer een beetje beige crème-achtig of zo. Hij heeft verder ook geen split. Het is gewoon eigenlijk een hele simpele basic trui. Maar ik vond dat juist wel heel erg leuk. Deze heb ik in een maatje S en kost 39,95 euro. Dan gaan we door met twee topjes. Ik heb als eerste deze besteld. Dit is dus zo'n topje met zeg maar een one shoulder. En dan heeft de andere kant van de schouder heeft een lange mouw. En dat is natuurlijk helemaal ideaal nu
het nu gewoon wat kouder wordt. Verder heeft hij hier aan de zijkant ook dat het wat meer gedrapeerd loopt. Dus een beetje wat meer samengetrokken. En verder heeft het een super mooie blauwe kleur. En deze zijn ook echt helemaal niet duur. Ik heb deze in een S en hij kost €12,95. En dan het volgende topje alweer. Deze kun je ook waarschijnlijk wat beter zien bij de aanbeelden. Maar dat komt meer door de kleur. Het is dus een zwarte kleur. Het is ook een beetje een soort ribstofje. Deze komt ook van een bepaalde collectie. Namelijk de Limitless Contour collectie. Daarbij hebben ze bijvoorbeeld ook leggings. En ze hebben dit topje ook in een soort tanktopje. Dus met korte mouwen. Of eigenlijk geen mouwen dan. Maar deze vond ik zo mega leuk. Hij heeft dus zeg maar zo'n soort corsetachtig vormpje in het midden. Maar vooral de stof bij deze voelt zo lekker aan. Lekker stretchy ook. Ik heb deze in een XSS. En hij kost €15,95. Ik hou echt van de broeken van de Zara. Ik vind dat ze bij de Zara gewoon echt hele leuke broeken hebben. Dus natuurlijk heb ik in deze shop ook weer een aantal broeken besteld. En we gaan beginnen met een cargo broek. Ik draag nooit zo'n broeken. Maar ik zie andere mensen het dragen. En ik vind het... zo leuk. Het is nu gewoon helemaal in en ik vind het zelf gewoon echt heel leuk. En ik zag er eentje bij de Zara en ik dacht, laat ik hem gewoon proberen. Ik ben gegaan voor de groene kleur. Ik zie wel dat de zak niet helemaal goed zit. Zo. De groene kleur dus. En ik vind hem gewoon zo gaaf. Ik heb hem ook in een maatje 34, want volgens mij vallen deze broeken nogal groot. Dat hoort er natuurlijk ook wel een beetje bij. Het is natuurlijk een soort baggy model. Maar ik wil hem gewoon aan de bovenkant gewoon wel een beetje wat strakker hebben. Maar dit is hem. Ik vind hem echt helemaal geweldig. Hij heeft hier ook aan de voorkant van die zakken... en ook van die gaatjes nog, zeg maar, hier van die lusjes voor een riem. En aan de achterkant heeft hij ook zakken. Echte zakken ook. En verder ziet hij hier aan de achterkant zo uit. Ja, ik vind hem gewoon echt heel erg leuk. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit mij staat. Misschien staat het mij wel hartstikke lelijk. Ik heb sowieso bij de Bershka en Stradivarius ook nog een aantal cargo broeken gekocht. Want ik wil heel graag een cargo broek. Dus ik dacht, ik bestel gewoon bij allemaal. En dan kijk ik even welke het leukste is. Maar dit is dus de eerste. Ik heb deze dus in een maatje 34 en hij kost €29,95. En mijn favoriete soort fitbroek is een straight fitbroek. Ik vind dat echt heel erg mooi zitten. Dus ik heb natuurlijk nu ook weer een straight fitbroek besteld. Namelijk deze. Deze kleur is zo mega mooi. Echt een hele mooie denimkleur broek. Als je kunt zien, hij ziet er gewoon zo uit. Hij heeft verder ook geen... gaten of iets. Hij is gewoon eigenlijk heel simpel. Gewoon dus een straight fit denimbroek. Wat ik ook wel leuk vond is de Zara heeft meestal hier van die labeltjes. Maar nu hebben ze het gewoon dus alleen gestikt. En dan staat er gewoon Zara. In principe ook heel leuk. Ik vind het misschien wel leuker eigenlijk dan zo'n labeltje. Deze heb ik ook in de maatje 34. En hij kost €39,95. En dan heb ik nog een broek. Dat is deze broek. Dit is ook een model dat ik eigenlijk nog nooit heb gehad. Namelijk een white leg broek. In het zwart. Ik dacht we gaan natuurlijk wat meer... richting de winter. En dan vind ik gewoon zwarte broeken heel chill. Vooral als het regent of zo. Of gewoon wat donkerdere dagen. Ik hou dan gewoon wat meer van een zwarte broek. Alleen moet ik zeggen, deze is wel echt heel zwart. Ik had er misschien iets anders verwacht qua kleur. Maar hij is gewoon heel simpel. Het is dus gewoon helemaal zwarte broek. Geen gaten of iets. Alleen is hij aan de onderkant dan white leg. En dat vond ik wel leuk. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En ik dacht, deze bestel ik ook weer in de maatje 34. Want deze vallen meestal ook wel iets breder en groter. En deze kost ook €39,95. Dan heb ik echt een heel fijn chill pakje besteld bij de Zara. Deze zijn ook altijd zo mega leuk en heel erg fijn. En heel erg warm. Deze heeft namelijk ook weer een fleece stofje in de binnenkant, zie ik. De broek heeft zelfs een fleece stofje helemaal in de binnenkant. Oh my god, dat is echt heaven. Ik heb dus een trui besteld als eerste. Hij is ook weer lekker groot en lekker oversized. Heerlijk. Ik moet wel zeggen, die kleur gaat mij niet staan. Ik weet het gewoon al. Ik snap niet eens waarom ik deze heb besteld. Deze kleur dan. Ze hadden volgens mij ook meerdere kleuren. Want ik ben eigenlijk al best wel wit. En deze kleur maakt mij natuurlijk nog flatser. Vooral als ik ook geen make-up op heb. Dus... ja, deze kleur, ik snap niet waarom ik hem heb besteld. Al vind ik het heel mooi, vandaar dat ik hem heb besteld. Maar het staat mij gewoon niet. En dan de broek. Oh my god. Deze broek, jongens, is geweldig. Dit is namelijk weer een white leg broek. Zo chill. Kijk even hoe fijn. Een soort yoga pants of zo. Ik vind het geweldig. Ja, en hij heeft dus gewoon helemaal vliesstof in de binnenkant. Nou, daar heb je mij al helemaal mee. Hier zit verder gewoon een strikje. Hij heeft verder ook zakken. Nou, dat is ook helemaal geweldig. En aan de achterkant heeft hij verder geen zak of zo. Aan de achterkant ziet hij er zo uit. Ja, ik vind hem echt geweldig. Ik ben ook heel benieuwd hoe deze staat. Maar dit is echt een geweldig pakje voor deze herfst en winter. De trui heb ik in de maatje S en hij kost €22,95. En de broek heb ik ook in de maatje S en deze kost €19,95. Ik zie dat ik nog een broek heb. Dat is namelijk deze. Ik was deze ook alweer helemaal vergeten. Maar ik ben echt op zoek naar een hele mooie pantalon voor bijvoorbeeld uitgaan of zo. Gewoon een iets chiquere broek. En ik zag deze. Alleen moet ik zeggen, ik vind deze er weer groot uitzien.
Het is dus gewoon een zwarte broek met een soort van pantalonpijpen. Ja, ik vond deze gewoon heel leuk. Hij heeft een super lekker blouse stofje. Het is echt een hele chique broek. Hij heeft verder een rits aan de zijkant en verder geen gulp of een knoop of iets. That's it. Ja, ik moet zeggen, verder is hij gewoon heel simpel en is er niet heel veel over te zeggen. Dus ik ben heel benieuwd ook weer hoe deze staat. Deze heb ik in een maatje XS en kost €39,95. En dan gaan we nu door met alweer het laatste van de Zara. En ja, ik heb sowieso een shopprobleem, dat is wel te zien. Maar ik heb ook echt een tassenprobleem. En vooral de tassen van de Zara, ik vind ze zo mega leuk. En ik heb nu, ze hebben nu trouwens echt een super mooie collectie. Ik heb sowieso op mijn TikTok ook een video geplaatst van alle Zara tassen die ik toen in een keer in de winkel kon vinden. En ze hadden zo'n leuke tassen. En ik heb nu 3 tassen gekocht. Maar echt geloof me, de Zara heeft zo'n leuke tassen op het moment. Ik vind ze echt geweldig. En ik heb dus 3 tassen gekocht. Dus ik ga ze aan jullie laten zien. Ik ga ze sowieso niet allemaal houden. Dus let me know welke jouw favoriet is. Dus laten we gaan beginnen. Ze komen ook altijd in zo'n super mooie dust bag. Oké, even een moment voor deze tas. Hoe mega mooi is deze? Kijk, zo kunnen jullie hem van dichtbij zien. Ik vind hem echt prachtig. Ik hou van deze blauwe kleur. Ik vind het echt een hele mooie kleur. En hij is dus een beetje gewatteerd. En hier heeft hij gouden details. Sowieso is de hele ketting. En dit goud. En ik hou van goud, want ik draag alleen maar gouden sieraden. En deze kan zo open, denk ik. Oh ja. Hoe mooi is deze ketting? Ik vind dit echt een heel mooi detail. Het is echt mooi goud ook. En dan heeft het hier nog verder een leren strap. Zo ziet hij eruit. En dan ziet hij aan de binnenkant nog zo uit. Kijk, ik denk dat jullie het zo wel kunnen zien. Hij heeft hier dus nog een vakje en verder geen rits of zo. Dus dat is wel jammer. En hij kost ook maar €29,95. Dus echt geen geld voor een tas. En dan gaan we door naar de volgende 2 tassen. Dit zijn namelijk dezelfde tassen, maar dan in een andere kleur. Dat is namelijk deze tas. Ja, je kunt het nu niet heel goed zien hoor. Maar ik ga heel even de andere eruit pakken. Deze tassen zijn namelijk echt perfect voor uitgaan of met de feestdagen die er aankomen. Kijk even. Ik vind deze tassen echt geweldig. Vooral die blauwe vond ik dus heel gaaf. Het is dus een beetje metallic-achtig en die zwarte heeft dat ook. Je zou nu zeggen het is een clutch, maar dat is het niet. Deze gaat sowieso open met een magneet. Dus hoe chic is dat? Heel satisfying. En dan heeft hij dus een strap, als in van leer, maar ook eentje van schakel. Kijk, deze. Kijk hoe lang. En deze tas deed mij echt heel erg denken aan een Nuno bag. Kijk, en hij heeft dus ook zo'n leren strap. Hij ziet er zo uit aan de binnenkant. Hij heeft hier nog een klein vakje, zoals bijna iedere Zara tas. Maar ik vind hem zo leuk. Hij heeft dus en een schakel en zo'n dingetje. En de zwarte heeft eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Dit gaat ook open met zo'n magneet. Dus misschien dat er wel makkelijk mensen in kunnen natuurlijk. Dus dat is wel een beetje een dingetje misschien. En deze kostte €25,95. En dat was dan alweer alles van de Zara. En dan gaan we nu door met, ik denk, de Bershka. Nou, ik kreeg trouwens deze zak thuis. En ik dacht echt, wat is dit nou weer? Deze zak valt van ellende gewoon bijna uit elkaar. Dit hè, dit was gewoon helemaal open. Dit heb ik niet gedaan. Mensen kunnen hier letterlijk iets uit jatten als je dat zou willen. Maar we gaan hem openmaken. En ik ga weer beginnen met een gebreide trui. Namelijk deze trui. Ik vond hem zo gaaf. Vooral omdat de mouwen weer natuurlijk wijd zijn. Of course. En hij heeft hier zo'n randje. Deze doet me heel erg denken aan die bekende trui die vorig jaar in was. Van de Zara was die. Dat was namelijk ook zoiets. Maar dan had hij een rood randje. En deze heeft dus een zwart randje. Hoe mega gaaf is dat? Hij heeft verder ook een split. Ik vind dit echt een geweldige trui. Ik vind hem zo mooi. Ik kan de prijs helaas niet zien. Want ze hebben allemaal van die kaartjes hier overheen gedaan. Dus dat is wel heel jammer. Maar volgens mij was hij iets van €30-40. En dan gaan we door met echt een geweldige sweat alweer. Ik ga het zo vaak zeggen. Maar hoe leuk is deze? Dit draag ik zoveel in de herfst. Gewoon lekker met een joggingbroek eronder. Dit is dus zo'n graphic sweater. En de Bershka heeft altijd echt de leukste. Ze hebben er dus nu ook eentje met Santa Monica erop. En dan staat er iets van volleybal volgens mij. Ik vond vooral de kleurencombinatie heel leuk. Ik vind grijs met dit donkergroene heel leuk. En deze heb ik ook weer in een S. En ik kan ook weer de prijs niet zien. Dan gaan we door naar een hele gave gebreide trui in een super gave kleur. Namelijk in het blauw. Oh my god, deze had ik echt heel anders verwacht. Ik had echt verwacht dat deze veel kropter zou vallen. Maar gelukkig is dat niet. Want daar was ik dus bang voor. Het is namelijk deze trui. Ik ben ook bang dat mijn haar weer in die kaas vliegt. Maar ik vind deze kleur echt geweldig. Ik hou van blauw. En hij heeft dus ook een beetje hier een soort detail op. Verder zijn de mouwen ook zo lekker breed weer. Heerlijk. Deze heb ik in een maatje S. Dan heb ik nu iets. En ik moet zeggen, toen ik dit net zo uit de zak haalde, was ik een beetje teleurgesteld. Want ik denk niet echt dat dit iets voor mij is. Nu ik dit zo heb besteld, denk ik ook van, is het wel helemaal mijn ding? Nee, ik denk het niet. Maar het is in ieder geval deze soort polo gebreide trui.
De mouwtjes lopen ook weer lekker wat wijder. Dat vind ik gewoon heel leuk. Dat heb ik nu ook wel gemerkt. Dus ik zal stoppen met dat zeggen. Hij heeft dus van die knoopjes. En hij heeft dus een beetje een soort taupe-achtig kleurtje. Ik vond het heel leuk. Maar ik denk gewoon niet dat dit iets voor mij is. Ik heb hem in ieder geval in een maatje S. En zoals ik al zei, ik was op zoek naar de perfecte cargo broek. En ik heb dus deze besteld bij de Bershka. Ik weet niet, ik vond deze heel gaaf. Dit is weer een beetje een meer soort bruinachtig kleurtje of heel donkergrijs. Deze heeft wel echt veel meer zakken en dit is wel echt meer een cargo broek. Ik vind de kleur echt super gaaf. Hij heeft verder dus hier ook van die touwtjes, wat ik ook een heel leuk detail vond. Ik heb deze in een 34. En verder ziet hij er aan de achterkant zo uit. Deze zit ook weer een beetje verkeerd, maar ja, zo ziet hij er aan de achterkant uit. Ik ben ook weer heel benieuwd hoe deze zit. Dan ga ik door met twee topjes die eigenlijk hetzelfde zijn, maar dan net een andere kleur. Dit is als eerste de witte. Dit is gewoon een long sleeve shirt. Maar ik zie dat hier een gat in zit. Kijk, je kunt het ook wel zien. Dus dat is echt heel jammer. Ik heb hem in een maatje S volgens mij. En hij heeft dus zo'n structuurtje. En ik heb hem dat dus ook in het zwart. Ook gewoon precies hetzelfde. En die heb ik ook in een maatje S volgens mij. Ja, ook in een maatje S. En dan hebben we in de Bershka zak ook nog een kleiner Bershka zakje. Met weer een tas. Ik zei het, ik heb echt een tassenprobleem. Ik vind tassen zo leuk. En deze is echt geweldig. Het is namelijk deze tas. Dit is natuurlijk nu helemaal in met allemaal van die glittertjes. En het is natuurlijk geweldig voor met de feestdagen. Al duurt dat nog wel een paar maanden. Maar ik vond hem zo leuk. Kijk, je doet hem dan gewoon zo om. Natuurlijk niet bij deze outfit. Maar ik vond hem gewoon heel leuk. Voor bijvoorbeeld met uitgaan of zo. Ja, helemaal leuk. En hij heeft dus hier ook nog een soort ringetje. Dat vond ik ook een heel leuk detail. Deze was volgens mij ook echt maar 25 euro volgens mij. Vandaar dat ik deze heb besteld. Want de Zara heeft ze ook. Maar ik dacht deze is veel goedkoper. En in principe het is allemaal hetzelfde. En in principe is het allemaal natuurlijk hetzelfde. Kijk, en zonder het papier wordt hij natuurlijk al een beetje wat meer baggy. Dus dan is het al gewoon iets meer in vorm, zeg maar. Ik vond hem helemaal leuk. Dus dat is deze tas. En dat was ook gelijk het allerlaatste van de Bershka. En dan ga ik nu door met of de Pull&Bear of de Stradivarius. Stradivarius? Ja, ik ga de Stradivarius doen. Dat is namelijk deze zak. Oké, ik ga beginnen. Oh, ik zie weer zo leuke dingen. We hebben namelijk als eerste dit topje. En zoals ik al zei, dit is echt meer een topje voor bijvoorbeeld dan weer de feestdagen bijvoorbeeld. Of met uitgaan of naar een leuk feestje of zo. Hij loopt een beetje meer als een soort waterval. Kijk, hij loopt dus helemaal achter met een soort strikje. Dus je hebt een beetje een soort open rug. Wat ik ook een heel leuk detail vond. Dan heb ik een heel leuk shirtje besteld. Namelijk deze. Je kunt deze ook weer niet heel goed zien. Maar hij heeft hier vooraan een beetje een soort, ja, hoe noem je het? Het loopt gewoon iets anders. Een beetje een soort kruis of zo. Het is gewoon een heel fijn basic topje eigenlijk. Maar door dat bovenste gedeelte wordt het gewoon net wat specialer. En ik was gewoon op zoek naar van die longsleeve topjes. Dus ik dacht misschien is dit wel wat. En deze heb ik in een maatje S. En dan heb ik dus nog zo'n topje. Maar ik moet zeggen, ik vind hem er echt groot uitzien. Dat is namelijk dit topje. Hij heeft dus zeg maar een lange mouw. Hij is ook weer in het zwart. En dan heeft hij dus gewoon hier één touwtje. En dit touwtje kun je ook aanpassen, zeg maar, net zoals bij een BH-bandje. Ik vond hem op de site ook weer heel leuk uitzien. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze eruit ziet als ik hem aan heb. Ik wist niet dat ik zoveel gebreide trui had besteld met streepjes. Maar ik heb er nog één. Namelijk deze. Het is allemaal wel heel anders zoals je kan zien. Maar deze is echt groot ook. Welke maat heb ik deze? Ik heb deze in een S. Dus ik had hem ook wel een maatje kleiner kunnen. Maar bij trui is het nooit zo erg als ze gewoon wat groter zijn. En hij heeft ook een beetje een soort schakelstructuurtje erin. Wat ik ook wel heel leuk vond. En deze is dus ook weer zwart met crème witachtig. Ik wist dus niet dat ik zoveel gebreide trui had besteld met streepjes. Maar ja, ze zijn wel allemaal net wat anders. En deze is ook weer heel erg leuk. Dus het wordt moeilijk met kiezen, denk ik. En dan heb ik als laatste van de Stradivarius nog twee cargo broeken. Deze zijn allebei gewoon hetzelfde, maar dan in een andere maat. En ik dacht, weet je wat, als ik nou al die cargo broeken al bestel, dan bestel ik ze gelijk allemaal goed. Dus ik heb deze in een maatje 34 en een 36 besteld. Want de Stradivarius zijn toch wel echt het bekendste. Dus ik denk, nou, die zijn bij iedereen favoriet. Die zal ook wel het leukste zijn. Dus ik denk, deze bestel ik gewoon lekker in twee maten. Dit is de 34. Ja, zoals je kan zien, het is gewoon weer een soort cargo model. Ook weer dus een straight fit. Oh, deze zit opgerold. Maar ja, zoals ik al zei, hij heeft dus een straight fit. Er zitten nu wel allemaal kreukels in, maar dat maakt niet uit. Het gaat wel weer uit. En aan de achterkant ziet hij echt zo uit. Dus ik ben heel benieuwd naar deze. En zoals ik al zei, ik heb hem ook in een 36 en die heb ik hier. Dus ik ben benieuwd. En dan gaan we alweer door naar de allerlaatste winkel waar ik heb geshopt. Namelijk de Pull&Bear. Dus laten we snel gaan beginnen. En ik ga even beginnen met het allereerste item. En deze had ik dus al gezien bij iemand op TikTok was het volgens mij.
Het is namelijk weer een soort blauwe gebreide trui. Volgens mij is dit de laatste gebreide trui, sorry. Namelijk deze. Het is een soort ombre effect en ik weet niet of het kan heel ouderwets zijn. Dus heel erg oma-achtig. Ja, ik weet niet. Ik denk dat het oma-achtig is. Maar ik dacht, ik bestel het gewoon. Het is namelijk dus deze trui met zo'n ombre effect. De mouwtjes lopen zo. Ik heb deze in een maatje S en hij kost €35,99. Dan ga ik door met een super mooi topje. Of in ieder geval, ik hoop dat die mooi is. Dat is namelijk deze. Ook weer een beetje een soort gebreid topje. Kijk, jullie kunnen het hier zien. En ik vond deze zo mooi. Deze heb ik wel weer in het wit gedaan. Ik vond het gewoon heel mooi. Die hals dus vind ik heel mooi. Ook weer een beetje zo'n diepere V-hals. Dus ik hoop niet dat die te diep is. Maar ik vond het gewoon een heel mooi basic topje. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze staat. Aan de achterkant ziet die er zo uit. Helaas kan ik hiervan de prijs niet zien. Maar ik heb hem dus in een S. En dan heb ik als laatste weer een mega leuk joggingspak besteld. De Poel & Bear heeft ook echt altijd hele fijne joggingspakken. Namelijk dus met als eerste een trui. In het wit deze keer vind ik ook zo'n leuke kleur. Wow, hij is echt ziek groot. Welke maat heb ik dit? Oh my god, ik deed hem dus open en hij is echt zo mega groot. Ik had deze wel 2 maten kleiner kunnen nemen, joh. Ze hebben hem ook letterlijk in een maat XXS en een XS. En ik heb hem in een S besteld. Het is echt een hele grote oversized trui. Hij heeft dus hier een soort tekstje op staan. Wat staat erop? Er staat Los Angeles op en het is ook geborduurd. En dat staat ook aan de achterkant. Ik hou van backprints. Ik vind het zo mega leuk. Dit is wel niet geborduurd. Dit is er gewoon op geplakt, zeg maar. Maar ik vind het zo leuk. Ik vind het alleen jammer dat ik deze zo groot heb besteld. Want dit is echt heel erg oversized. Dus mocht je deze willen bestellen, doe gewoon je eigen maat of een maatje kleiner. Want hij is echt heel erg groot. En daarbij hoort dan ook een broek. Maar ik moet zeggen, ik had die broek dan ook best wel groot verwacht. Maar dat valt echt weer mee. Kijk maar hoe smal dit is. Dus ik ben wel blij dat ik deze dan weer in een S heb genomen. En die heeft dus hier ook dat Los Angeles. En verder is die gewoon wel heel basic. En aan de onderkant zit die ook weer zo vast. En aan de achterkant zit die zo. Hij heeft verder ook zakken. Ik moet wel zeggen, ik denk dat die gaat doorschijnen. Maar ja, dat krijg je natuurlijk bij witte dingen. Hij heeft ook aan de binnenkant hier bij de broek nog van die touwtjes. Zodat je hem lekker wat strakker kan trekken. En natuurlijk vliesstof. Ook bij de trui, dus dat is natuurlijk altijd helemaal een pluspunt. En dat was dan weer het allerlaatste van de Poel & Bear. En ook gelijk het laatste van deze hele shopblog. Ik moet zeggen, ik vind het zo'n mega leuke items. Het was dus ook echt weer lastig om te kiezen met wat wil ik bestellen. Maar dit is het dus allemaal geworden. Ook zeker niet weinig. Maar bij deze ga ik dus de video afsluiten. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik hoop dat ik een van jullie misschien ook heb geïnspireerd met een van deze items. Of dat jij denkt van, oh my god, ik moet dat ook hebben. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet dan niet zeker even om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat kan hieronder op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe shopblogs, vlogs en andere soort video's. Dus doe dat zeker en dan zie ik jou hopelijk weer in mijn volgende video. Doei!